Sietse W. Jonker is fulltime beeldend kunstenaar en woont en werkt in Leeuwarden. Jonker is een realistisch schilder die zich heeft toegelegd op het stilleven. Met name het meditatieve en de rust die een stilleven met zich mee kan brengen, fascineert de schilder. Met meer magisch realisme. Op een gegeven moment kreeg ik een opdracht voor een stilleven. Maar dat is al heel tijd terug. Ik denk zo'n 15 jaar geleden. En daar ben ik toen in blijven hangen, omdat de rust die een stilleven uitstraalt en het meditatieve ook die het heeft, dat sprak me heel erg aan. En toen ben ik zelf, autonoom, ben ik stillevens gaan schilderen. Wat is er meditatief aan een stilleven? Ik denk de stilte vooral. De opzet van de voorwerpen, de compositie, de belichting. Je kan het allemaal gebruiken om een haast meditatief, misschien haast biddende beeld van te gaan maken. Dat voor mij in ieder geval verstilling uitdrukt. En dat spreekt mij zelf heel erg aan. En dat wil ik ook aan de toeschouwer laten zien, overbrengen. En misschien dat hij er wat mee kan. Maar je schildert 15 jaar lang stillevens, begrijp ik. Heb je dan niet de behoefte iets een landschap te nemen of iets dergelijks? Nee, eigenlijk niet. Tot nu toe ben ik heel erg gefascineerd om een stilleven te schilderen. En daar is nog genoeg uit te halen en zit genoeg in voor mij om daar gefascineerd nog steeds door te zijn. En daarmee verder te gaan eigenlijk. Maar dat kan in de toekomst wel eens veranderen, dat weet ik niet. Maar op dit moment vind ik het hartstikke leuk. De oude meesters, vormen die een inspiratiebron voor je? 7e eeuw, Gouden eeuw? Nee. Ik vind ze wel heel mooi. En uiteraard heb ik bijvoorbeeld het Rijksmuseum al eens opgezocht. Maar het vormt voor mij niet een bron om stillevens te gaan schilderen. Dat is echt iets, heel iets anders. Het is natuurlijk wel bij uitstek een tijd waarin veel stillevens het licht zagen, hè? Ja, dat klopt. Men deed het toen veel vooral om aan de ander te laten zien van ik ben rijk of ik heb heel veel interessante spullen. En die geven een soort status weer. Maar dat was toen en we leven al nu. Maar je maakt bijvoorbeeld ook gebruik van de glaceertechniek. Dat is ook een hele eeuwenoude techniek natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar het is leuk om hem nog steeds te gebruiken. Hoe doe je dat precies, dat glaceren? Dat doe je door meer medium door de verf te mengen. Zodat het doorzichtig wordt. Een beetje kerkraameffect, zeg maar. Dus als je bijvoorbeeld aquarel heeft, dat is een beetje hetzelfde idee. Alleen dan gebruik je gom en water. En met glazering en olieverf doe je er eigenlijk iets meer olie door. En eventueel andere substanties zou je dan willen. Bij elkaar, zeg maar. Oh, dat is altijd een heel geknoei. Dat kan soms snel zijn, maar soms dan ben ik dagenlang aan het rommelen met van alles en nog wat. En
Ja, soms gaat het heel snel en andere keer is het een heel gezoek. Dat is soms best een vervelend proces. Maar als je het eenmaal goed hebt en je hebt het idee van, hey, het licht is goed, de vormen zijn goed, dan is het leuk om er verder te gaan. Ben je bijvoorbeeld geïnspireerd door iemand als Dick Cat? Nou, ik in het begin van mijn, na mijn academie, dus toen ik van de kunstacademie af ben gegaan, toen raakte ik toch wel geïnteresseerd in de Nederlandse schilders en ook Belgen, Vlamingen, zoals Raoul Heinks, in het interbellum. Toen had je dus die dreiging, zeg maar, hè, zoals Willink en Raoul Heinks en dat, en Pai Koch heeft ook heel van die vervreemdende beelden gemaakt. En dat vond ik heel interessant. En daar ben ik toen wel door gefascineerd geraakt. En dat is eigenlijk ook wel een beetje het begin van mijn inspiratie geweest van mijn schildercarrière. Maar op een gegeven moment heb ik dat losgelaten. Ja, je gaat je eigen richting natuurlijk. Ja, je gaat je eigen gang op en dingen die je voorheen leuk en interessant vond, ja, die veranderen. En dat is ook goed, denk ik. Je bent fulltime beeldkunstenaar, dus ja. Wil dat zeggen dat je je inkomen daaruit genereert? Ja, daar genereer ik mijn inkomen uit. Nou is het sinds de crisis wel lastig geworden. Dus misschien dat ik er weer een bijbaan moet bijdoen. Maar ik heb door de jaren heen altijd van mijn kunst geleefd. En dat hoop ik eigenlijk vol te houden, maar het wordt wel lastiger. Ik hoor van andere kunstenaars dat de markt wel weer wat aantrekt. Ja, dat, volgens mij is dat ook wel een beetje zo, maar blijkbaar profiteer ik daar dan nog niet van. Maar dat komt misschien nog wel. Een beetje meer aan de weg timmeren, denk ik. Ja, denk ik, ja. Exposities. Exposeer je op dit moment ergens of komt er iets aan? Ik heb expositie die begint komende vrijdag in het museum in Zandvoort. Dat is een expositie die gaat over hedendaagse realisten. En daar hangt ook werk van mij tussen. Voor de rest heb ik werk in stok, eigenlijk in galeries.